Maak hem nou gewoon dood. Hey meisje. Hallo. Hey, ik ben Fliesje van Leeuwen. Ik ben chronisch ziek en biseksueel. Vandaar de naam chronisch bi. En deze week nog neem ik weer mee in mijn leven. Het is alweer dinsdag en ik sta hier met een ijsje. Ik moet iets bekennen. Ik dacht, ik loop lekker naar de stad. Ik ga daar lekker lunchen. Maar toen zag ik bij Vinted. Even kijken. Die zie je hier achter ergens. Een superleuk jurkje. En toen kon ik een reservering maken voor nu. Dus dat heb ik gedaan. Dus nu ben ik weer opnieuw in de stad. En het jurkje past niet, maar ik heb wel een shirtje gekocht. Ik wil eigenlijk dus een plan om lunch te kopen, maar ja, ik heb een shirtje al gekocht. Dus toen heb ik maar een ijsje als lunch genomen. Het is een stuk goedkoper. Ja, het was echt een budgetkeuze. Ja. Dit is €2,75 en een broodje, ja, dat zou dan wel €15 zijn. Ja, dat kan niet meer als ik dat shirtje heb gekocht. Dus dan moet ik wel een ijsje lunchen, toch? Ja. Kan niet anders. Bij Roberto's natuurlijk. Het bovenste is KitKat ijs. Super lekker. En het onderste is echte pistache. Het is zo lekker, oh my god. Ik hou ervan. Stiekem is dit wel goals hoor. Gewoon helemaal vol. Met planten en shit die allemaal leven. Het allemaal goed doen. Echt, I love it. I love it. Ik loop op begraafplaats Groene Steeg. En dit is wel een interessante combinatie. Die zat net echt gewoon ernaast. Poesje. Poesje kid. Ja, mijn reddingspoging ging niet zo lekker. De kat pakte de muis op, rende weg. Ik vind het een beetje zielig, maar goed. I'm on a mission to save a mouse now. For my kid. Yes. Kat heen met die muis. Pussy kid. Laat het muisje nou los. Oh, ik vind het zo zielig. Ik kan dit niet. Maak hem nou gewoon dood. Of laat hem... Please. Oké, dear pussycat, could you please kill the mouse now, please? Hij leeft nog en dat vind ik het heftigste eraan. Please kill him. Please. Oh wow, mooie forsythias. Die kun je eten trouwens. Kwam ik gisteren achter. Nee, zondag. Eergisteren. Veel kak hier zo. Ja. Yeah. Een hele dikke vogeldrol boven op een graf. Oh, kijk. Ik weet ook van wie de vogeldrollen zijn. Die daar. En die daar. Weet je dat je mooi bent? Ja, je hebt mooie blauwe ogen. Rustig maar, ik doe niks. Ergens vind ik het ook wel zonde dat sommige grafzerken gewoon zodanig verweerd zijn dat je het niet meer kan lezen. Omdat ik het wel gun dat die mensen nog herinnerd worden of zo. Ja, en dan heb je dus een hele begraafplaats. En dan ligt het hier vol met bloemen. Verse bloemen, al mooie bloemen. Want dit is de laatste begraafplaats van de moeder van Van Gogh. Oké, de kat werd afgeleid door een andere kat. En die ging achter de andere kat aan en die liet het meisje alleen. Dus ik heb het muisje zo een klein beetje bekeken. En zo heel voorzichtig zo, scoot, scoot, ga het gras in alsjeblieft. En toen liep hij het gras in. Thank God. Muisje is gered. Muisje leeft. Ik weet niet of hij het overleeft, maar... Ik heb kat nummer 3 gespot. Dit is een zwarte kat op een begraafplaats. Pam, pam, pam. Ik geloof dat dit het laatste stukje van de wandeling van vandaag is. Sta ik hier bijna te huilen? Ja, misschien wel. Gaan jullie mij echt helemaal loco verklaren? Ja, waarschijnlijk ook. Maar ik ben geraakt omdat ik deze boom
De mooiste en dikste boom van Zuid-Holland. De oudste boom van Leiden, volgens mij. Ja, dat weet ik wel zeker eigenlijk. Net heel even zo heb aangeraakt. En ik voelde zo'n golf van kracht, maar ook van verdriet en pijn door me heen gaan. Ik ben er echt heel erg door geraakt. Oh, en de boom voelt vrouwelijk. Ik kan niet per se vertellen waarom, maar... Ja. Het is een bijzondere boom die veel met me doet. Je hoort extra's in de achtergrond. Nou, na lang zei ik, hebben ze eindelijk dit opgehangen bij deze burger. Nog niet gehad. Oké, de laatste keer dat ik gevlogd heb was dinsdag. I'm sorry, I delivered God. Shit happened. Mijn pony is terug, want ik ging vrijdag langs mijn ouders. Dat kan omdat papa niet meer besmettelijk is. Volgens de arts in het ziekenhuis, dat is heel fijn. Dat kan ik gewoon zien. Woensdag heb ik mijn deeghoes opgehaald. Maar toen gebeurde er ook iets. Maar toen brak er ook een vaas. En toen brak ik ook een beetje. Alle stress van vorig weekend en alle andere stress. Ik ben onwijs zenuwachtig voor de presentatie die ik morgen moet geven. Het is al een stuk minder, maar ik was van de week echt enorm zenuwachtig. Dus ik heb woensdag 's avonds op de bank geslapen. En daarna heb ik ook nog heel lang in mijn bed geslapen. En donderdag was ik ook nog heel moe. En vrijdag ben ik dan naar mijn ouders geweest. Dus ik heb eigenlijk ook gewoon niet zoveel gedaan wat ik kon vloggen. Even mijn boek ophijzen. Maar ik zal de dames even laten zien. Hi. Hallo. Hallo. Ik moet zo te zien het bakje vervangen. En ze hebben het eten weer omgegooid. Because why the fuck not? Oké. Hey meisje. Hallo. Ja. Als ik dit open doe, dan schrikken ze heel erg. Hallo. Wat is dat nou, hè? Ja. Het is maandag. Dat betekent dat ik deze weekvlog af ga sluiten. Ik heb nog mijn haarband in mijn haar van mijn make-up doen. Oh. Ik ben nog niet helemaal wakker. Vanavond is de presentatie. Oh my god, oh my god, oh my god. Ik ben zo zenuwachtig. Oh my god, oh my god, oh my god. Ik ben zo zenuwachtig. maar dat gaat goed komen, dat weet ik zeker. Deze week dus niet zoveel gevlogd. Althans, ik heb wel wat veel. Ik heb wel veel beelden, maar alleen van dinsdag. ik hoop dus dat je alsnog deze vlog leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van iedere video die ik post. Druk dan ook dat belletje in, want dan krijg je een pushmelding en een mailtje zodra ik een video online zet. Ik zou het ook tof vinden als je me zou volgen op al mijn andere social media. Daar heet ik ook @chronischbi. En dan zie ik jullie gewoon volgende week weer.